Hallo kijkers thuis, vandaag gaan we genieten van een wedstrijd op het hoogste niveau in Spanje, La Liga. Mijn naam is Evert de Napel en wie zit er naast me? Natuurlijk, Juri Mulder. Ja, en Evert, voor Spaans voetbal mag je mij altijd wakker maken, zelfs midden in de nacht even. Vandaag kijken we naar Valencia tegen Atletico Madrid. Is dat een subtopper in Spanje? Nou, dat vind ik wel een topper ook, Evert. Hè. Dat zijn toch een van de 4-5 topploegen in Spanje. Voor mij is het top. Met deze formatie stapt Atletico Madrid het veld op. Het elftal gaat het vandaag doen in een klassieke 4-4-2. Is dat opvallend? Op zich niet. Het is een veel gehanteerd systeem. Al wordt het ook vaak in een ruit gespeeld. Dan speel je met een echte. Valencia gaat in deze opstelling van start. Beide trainers kiezen vandaag voor hetzelfde systeem. De klassieke 4-4-2. Wat betekent dat voor de wedstrijd? Dat er waarschijnlijk veel stevige duels worden uitgevochten. Zeker als je ziet wie daar dan staan. Echt van die houtakkers. Oorspronkelijk had dit stadion slechts één tribune. Die volgens velen leek op een kamp. Vandaar dus die bijnaam La Peneta. En waar komt dat Wanda Metropolitana eigenlijk vandaan heeft? Ja, ik heb begrepen dat dat naar een sponsor genoemd is. Het thuisshirt van Atletico lijkt een beetje op dat van Sunderland, is het niet, Juri? Ja, lijkt. Het is het shirt van Sunderland. Hey. Het stamt nog uit 1911. Zo'n shirt is altijd in Engeland besteld. Daarvoor hadden ze hetzelfde shirt als Blackburn Rovers. Atletico Madrid is afgetrapt en de wedstrijd is onderweg. We zijn net begonnen en daar hebben we al de eerste overtreding. De paas lijkt een eenvoudige prooi over de sluitpost. Simone Zaza. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Juanfran, Camero, Antoine Griezmann, bijna bal van Griezmann. Hij wordt vrij gespeeld in de diepte. Hij raakt hem nog aan en dus krijgt een hoekschop. Wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Gaia. Verdediging alert. Philippe Luis. Saul. Dani Parejo. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Dat was een heel belangrijke tackle. Die liepen. Saul. Snel terug gekaatst. Gabi.
Antoine Griezmann. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Simone Zaza. Vitolo. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Coquelin. Wie weet levert dit een kans op. Wat een vaart. Dat is een beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dani Parejo. Francis Coquelin. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Philippe. Griezmann. Saul. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij is er vandoor. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Coquelin. Verdediging komt. Philippe. Vitolo. Camero. Hier heb je hem weer. Griezmann zoekt de aanval. Dat zijn we van hem gewend. Rodrigo. Daar zit een tegenstander tussen. Dani Parejo. Ja, hij was er toen weg, nog omhoog buiten het spel. Philippe. Camero. Bal, retour, afzender. Loepzuivere paas, komt goed aan. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Dani Parejo. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Jason Murillo. Simone Zaza. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Dani Parejo. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Parejo! Saul. Coquelin. Komt daar de voorsprong aan? Je zou haast denken van wel.
doelpunt. De 0-0 is van het bord. En kijk eens, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Camero. Godin. Die bal is voor de tegenstander. Oh, dit kan een kans worden. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Hij wordt vrij gespeeld in de diepte. Nou, de bal die flink van. Dat ziet u ook wel. Felipe. Okay. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Dani Parejo. Vitolo. Saul. Oké. Wordt het een doelpunt of een assist? Hij kan kiezen. Schot van Griezmann. Terug in het veld via de paal. Dani Parejo. Het opjagen heeft succes. De tegenstander komt niet van de eigen helft af. Hij weet die paas te onderscheppen. Godin. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Simone Zaza. Hij speelt de hele dag al goede passes. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Rodrigo. Dani Parejo. Bal voor het doel. Eens kijken of dit het begin van een counter is. Antoine Griezmann weet vandaag geen vuist te maken. De Franse goalgetter kan onmogelijk tevreden zijn over zijn prestaties. Nee, een aanvaller wordt afgerekend op zijn doelpunten. Maar als je nauwelijks gevaarlijk weet te worden, dan ga je die achterstand niet ongedaan maken. De bal wordt in de 16 gepompt. Het gevaar wordt afgeslagen. De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Juri. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Ja, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. De tweede helft staat op het punt van beginnen hier in het Wanda Metropolitano. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Saul. Camero! Gepakt door de keeper. Waar speelt Atletico Madrid die corner naartoe? Corner wordt diep gedrukt. Godin.
Oh, ik dacht even dat hij hem binnen ging koppen, maar die bal gaat net naast. Ah, hij zet zijn hoofd goed tegen de bal, maar hij kan hem net niet goed genoeg verplaatsen. Goeie kans. Tegenstander weet de paas eruit te halen. Dani Parejo. Rodrigo. Wie weet levert dit een kans op. De speler krijgt de bal weer terug. Een grote mogelijkheid hoor. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is een treun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluiting treffen. Maar dan is er nog meer ruimte weggeven. Het lijkt zo makkelijk van zo dichtbij, maar het gaat nog wel eens mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Griezmann, Godin, Camero, Gabi. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De verdediging werkt niet mee. Dani Parejo, Coquelin. Uitstekend over de breedte geplaatst. Simone Zaza. Keeper kan die bal op gaan halen voor een doeltrap. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg het wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Simone Zaza. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Gabi. Gabi. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, ja. Hoog druk zetten van de tegenstander. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Die dribbelt met de bal richting het doel. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Griezmann. De bal gaat heen en weer. Juan Fran. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Mooi ingegrepen daar. Vitolo. Camero. Felipe Luis. Hij staat er niet alleen voor. Vitolo. Oeh, dat stagneert. Montoya. Camero. Antoine Griezmann.
Montoya. Voordeelregel toegepast ten bate van Valencia. Hij weet die paas te onderscheppen. Garay. Er staan nog 20 minuten op de klok. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Hij schiet. De spits kreeg de bal niet voor op zijn voet, denk ik. Het was een schampschot. En weer terug die bal. Fijn paasje. Hij is er vandoor. In de handen van de keeper. Dani Parejo. Rodrigo. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Die paas wordt onderschept. Gabi. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Dat moet hem zijn voor Gamero. Saul! Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Dani Parejo. Geoffrey Condovia. Jongen, dat was weg eventjes, zeg. En dat op dit niveau. Thomas Partey. Vitolo. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nog 10 minuten te gaan. Dani Parejo. Rodrigo. Geoffrey Condogbia. Simone Zaza. Krijgt steun. Nog steeds aan het dribbelen. Simone Zaza. Die bal is scherp. Dit is een grote kans, hoor. Goal voor Valencia. 4 een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Voor ze uit te zien. Prima paas, mooi opgepakt. En hij is de bal kwijt. De voorzet kan nu komen. Zo'n stil publiek, dat hoor je niet vaak, Juri. Ze hadden weinig reden om te juichen vandaag even. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Daar zit de tegenstander tussen. Hij drijft de bal op. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Oké. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Schot van Griezmann. Hij moest en zou die bal tegenhouden. Gaia. Juanfran. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, het was nog een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal is niet ongevaarlijk, hoor. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. Garay.
Antoine Griezmann. Dan schiet hij. Dapper verdedigd. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Simone Zaza. De wedstrijd is afgelopen. Een geweldige overwinning. Die zal hier zeker tot diep in de nacht gevierd worden. Ja, Evert. En vooral de manier waarop, hè. Toch zeer duidelijk. En het is altijd lekker om zo je rivaal te verslaan. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Jury, maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.